Alright, hallo iedereen. Ik ga eens eventjes starten met de standaardvraag of dat iedereen ons kan zien en goed kan horen. Als de eerste keer is dat je webinar meevolgt via WebinarGeek, aan de rechterkant bovenaan op jouw scherm ga je normaal gezien een stukje zien waar dat openbare chat staat. En dan kan je daar eigenlijk gewoon in de chat iets laten weten. Dus we gaan dat eventjes eerst checken voordat we verder gaan met presenteren van de gast. Dus als je gewoon daar even iets in de chat kunt zetten, dat zou super zijn. En nu hopen dat het werkte, want als er niks komt, is het misschien teken als ons niet. ik zie nog niks passeren. Als je erbij bent, laat gewoon eventjes iets weten in de chat, dat je ons zeker goed kan horen, dat we hier geen uitleg aan doen zijn waar dat niemand achteraf iets aan zal hebben. Don't be shy, stuur gewoon eventjes je hebt al goed. Oké, David heeft een vinkje gestuurd, dat is fantastisch, dan kunnen wij er al in vliegen. Hè? Ik ben hier vandaag samen met Erik Verbert. En ja, Erik, misschien kun je jezelf even kort voorstellen om te starten. Ja, dat kan ik zeker. Maar Erik is correct. dus dat klopt. Ik werk als freelancer en als operational manager, chief ecosystems bij House of Media. Dat is een audiovisueel bedrijf, jong audiovisueel bedrijf. Eigenlijk een community van freelancers die samen ja, een nieuwe soort van bedrijfsstructuur hebben opgebouwd. Dat maakt dat wij een groep zijn die heel versplinterd werkt, zonder kantoren, zonder bazen, zonder managers. En dat wij daar een systeem voor hebben moeten zoeken om dat vlot te laten verlopen. En dat is eigenlijk de manier waarop ik bij Notion terecht ben gekomen, een kleine 2 jaar geleden, denk ik. Om te kijken hoe dat een groep van toen een 8-tal mensen samen konden werken rond projecten. Ondertussen is dat een groep van 20 mensen met een membership op onze Notion workspace. En ik denk een kleine 130 guest accounts die meewerken daarop en dat soort dingen. Maar los daarvan, dat is de bedrijfsprofessionele kant van hoe ik Notion gebruik. Los daarvan heb ik daar nee, ook, om het op een beetje metafysische manier te zeggen, heel mijn leven op orde gekregen en georganiseerd gekregen. Dat doet deugd voor een autistische ziel als ik. Nu ben je in de tijd bij Notion terechtgekomen, want ik kan me voorstellen, 2 jaar geleden waren ze nog niet zo heel bekend, vermoed ik. Mm-hmm. Dus wat waren de keuzes in vergelijking met bijvoorbeeld een Asana of een Monday.com? Of... Toen ik meestapte in het House of Media verhaal, was het eigenlijk een klassiek iets. Hè? Een aantal mensen die eerst individueel werkten, die dan proberen samen te werken, online gaan kijken welke tools ze daarvoor hebben. Mm-hmm. En uiteindelijk op een of andere knoop terechtkomen, gebaseerd op stukken in Monday.com, stukken op Google Drive, stukken op Dropbox, stukken in een mailbox daar, iets op papier. En mijn eerste opdracht was van, oké, daar moet een structuur in, dat moet georganiseerd worden, zodat als iemand naar iets kijkt, hij weet dat dat up-to-date is, dat het de waarheid is, dat het de volledige waarheid is, en dat je daarmee verder kunt. Mm-hmm. Want anders werkt dat niet. Ik heb dat eerst geprobeerd om dat effectief in die omgeving waar dat ze in werkte te organiseren. Mm-hmm. Maar dat was al snel duidelijk dat dat niet werkte. Ik ben dan op zoek gegaan naar waar ik dat wel in zou kunnen doen. Dan heel toevallig, ik denk op YouTube of zo, ergens een filmpje van iemand gezien die ding in Notion had georganiseerd. Ik heb het dan eerst geprobeerd alleen, om te kijken of dat werkt. Ja. Dan met 2 en dan uitgebreid. En zo zijn we dan ja, op 2 jaar tijd gegroeid naar de community die we nu zijn en de manier waarop dat we nu werken. Fantastisch. En als je zo kijkt naar misschien uw persoonlijke Notion workspace, dan hoe zou je zeggen dat die voornamelijk geëvolueerd is sinds begin of sinds de start? Maar ik denk dat je dat eerst, ik moet voor mezelf spreken, in eerste instantie is het iets van oké, ik duw daar alles in en dan staat het daar, maar dan kom je er al snel achter dat je daar ja, ook verder niks mee doet. Het is daar en je hebt het daarin geschreven, dat is tof, maar het werkt niet voor u. En dan ga je zoeken van ja, hoe kan ik dat wel organiseren, dat mij dingen leert, dat ik daar dagelijks mee werk, dat ik daardoor een beter zicht krijg op waar ik mee bezig ben, hoe dat evolueert. En dan begint het heel complex te maken, met heel veel formules en van alles. Om dan dat terug helemaal in te koken, alles wat er dubbel zit, uit te halen. En ik heb nu denk ik een systeem dat voor mij werkt. Dat maakt dat ik mij... Dat was eigenlijk
mijn hoofddoel was eigenlijk van, ik wil van dag tot dag bezig zijn met de dingen met wat ik moet bezig zijn, mm-hmm. zonder mij zorgen te maken over, klopt dat in mijn groter plaatje, klopt dat met mijn doelen of mijn objectieven, mm-hmm. omdat dat wil ik van ergens anders zien. Ik wil niet de hele tijd zitten nadenken van, die een to-do, moet ik die nu vandaag doen, of is dat irrelevant? Ja. Dan, het systeem moet mij dat gewoon geven. Ik wil mij kunnen focussen op mijn werk en ik zal wel en analyseren op het moment dat ik wil analyseren. En voor mij is dat gelukt. Okay. Ja, ik denk dat iedereen nu al heel benieuwd is om te zien hoe je dat gerealiseerd hebt, maar ik heb nog één vraag die ik aan iedereen stel. Wat is uw favoriete Notion feature, als je het zo bekijkt? Voor mij het feit dat je inderdaad door op dagelijks kleine data in te vullen, bijvoorbeeld een heel breed beeld krijgen van hoe dat je evolueert. Mm-hmm. En dat komt voornamelijk, denk ik, doordat je databases met elkaar kunt laten spreken, mm-hmm. die op elk moment ergens anders kunt laten terugkomen. Mm-hmm. En vooral het feit van wat roll-ups zijn, dus informatie uit één database uithalen, daar iets mee doen en zo informatie in een andere database verwerken, zodat je meer verder kunt. Klinkt heel mathematisch, maar het is gewoon iets heel praktisch, denk ik. Oké, super. Ja, dan denk ik dat we drinken op die, dat we eens kunnen een kijkje nemen in uw workspace. Als er mensen vragen hebben, stel ze gerust in de chat en dan kunnen we het allemaal even bekijken. Dan laat ik het aan Erik weten, want hij gaat het scherm niet kunnen zien. Dus vandaar. Dat klopt. Ik ga even mijn scherm delen. Ja. En, zo, jullie zien nu mijn overzichtspagina. Ik zie het alleszins, dus ik hoop dat dat voor de rest ook oké is. Oké, fantastisch. Ik heb het, zoals ik zei, proberen zo simpel mogelijk te houden. Dat is via een hele grote en complexe omweg gegaan, die ik u bespaar. Maar voorlopig heb ik een aantal dingen dichtgedaan, onze gedeelde workspaces natuurlijk. Ik heb eigenlijk één main pagina voor mij, dat is mijn overzichtspagina, en twee favorite pagina's, mijn focus en mijn reflectiepagina. En dat is basically wat ik alles in doe. Misschien makkelijker hieruit, vanuit de overzichtspagina. Mm-hmm. Ik heb er altijd proberen ervoor te zorgen dat ik niet te veel moet scrollen. Ja. Dan zie ik het niet. Wat je hier ziet is eigenlijk, ik heb alles ingedeeld in drie grote werven. Hè, groeien en leren, thuis en leven en werken. En daarin heb ik dus een beetje afgeleid van het parasysteem een aantal areas bepaald. En die je daaronder ziet staan, en gezondheid en fitness, koken, mixen en kweken. Mixen is cocktails mixen, by the way, is een hobby van mij. Muziek en radio, een andere hobby. En dan heb je mijn thuis en leven, de praktische kant van de zaak. En werken. Ik werk voor een aantal bands, ik werk voor House of Media. En ik ben, je raadt het nooit, aan het proberen om OneNotion Consulting te doen, nu en dan. En die zitten hierin. Dus hier heb ik een overzicht van waar dat is. Als ik daar wil naar gaan kijken, kan ik daarop klikken. En dan krijg ik een overzicht van de area gezondheid en fitness. En daar staat een beetje alles in wat het daar gerelateerd mee is. De Knowledge Lab is een soort van bibliotheek waarin ik artikels, boeken en zo verzamel. Dit zijn mijn ideeën die ik los opschrijf. Mm-hmm. Snelle links naar mijn Strava-account, zodat ik mijn workout snel kan invullen. En een aantal objectieven, ik kom daar straks op terug. Een aantal projecten en een aantal milestones. En wat inspiratie voor als ik in de definitie zit en ik heb geen goestie om te gaan lopen, dan kan ik kijken naar een aantal fijne foto's en dan doe ik het toch. Of niet. Dat hangt er zo'n beetje vanaf. Dus dat heb ik gemaakt voor elke area. En die zitten allemaal samen in dit handige overzicht. En daaronder, dit is eigenlijk de nuts and bolts, zeg maar, heb ik een aantal dashboards gemaakt. Zoals ik zei, mijn focus dashboard, reflectie dashboard. De Knowledge Lab, waar ik informatie in verzamel. En Hunting and Collecting is eigenlijk mijn inbox. Daar gooi ik mijn webclipper voor Chrome. Ja. Als ik iets fijn zie, gooi je dat daar gewoon in. En één keer per week kom ik daarop terug. Kijk ik waar dat thuis hoort. En zet ik daar waar dat nodig is. Ja. Mijn tools, dat zijn eigenlijk dingen die niet projectgerelateerd zijn, maar waar ik aan werk. Ik heb een cocktailmachine, een kookboek, een music collector en een sandbox. Dat ziet er zo uit. Die zijn eigenlijk vooral gemaakt om op telefoon te kijken, omdat het handig is om on the go te zien. Dus hier heb ik een verzameling van al mijn cocktails. Kan ik snel zien als ik voor iemand iets moet maken, hoe dat ik dat maak en waar dat wat informatie in staat. Okay. Dus ja, hetzelfde mijn kookboek, zoals ik al zei, en dat soort dingen. Maar waar het echt om gaat natuurlijk zijn de databases, uiteraard. Die staan hier zo wat verstopt in een hoek, maar die zijn wel belangrijk.
De main databases zijn deze twee, ik moet je stellen, 6. En dit is eigenlijk basically de ruggengraat van mijn systeem. Dus ik heb doelen, uit die doelen komen objectieven, uit die objectieven komen projecten, uit die projecten komen milestones of acties of habits en routines. Ja. Dat is de hiërarchie van hoe dat ik werk. Ik heb daar een aantal hulpdatabases voor, waaronder die areas. En die zitten hierin, dus als ik die moet bereiken, dan kan ik die snel bereiken. Maar de overzichtspagina is eigenlijk niet iets waar ik veel ben. dit is gewoon waar alles verzameld is. En als ik iets moet zoeken, weet ik dat ik het daar vind. Maar dit is niet een plek waar ik werk. Ik heb geprobeerd om één centrale plek te maken. Toen wij de eerste keer met elkaar spraken, Ellen, had ik nog een pagina per dag. Mm-hmm. En probeerde ik mijn dagen met blokken in te delen. Ik ben daar een beetje van afgestapt. Oké. Okay. Ik combineer het eigenlijk met een agenda waarin ik blokken maak, maar mijn projecten wijzen zichzelf daar eigenlijk de weg naartoe. Ja. Dus dit is mijn focuspagina. En dit is eigenlijk de plek waar ik dagelijks in werk. Nu, hoe komt, zoals ik zei, ik wou eigenlijk een plek waar ik kon werken, waar ik zeker van zei dat ik mij aan het concentreren was op de dingen die ik moest concentreren, zonder de klutter van klop het in een groter verhaal. En hoe heb ik dat gedaan? Dat kan ik u hier tonen. Dit is mijn reflectiepagina. Mm-hmm. Dat wil zeggen, hier heb ik een zicht op wat ik doe in een groter geheel. Laten we zeggen per jaar. Ik ga niet verder dan een jaarlijks. Dus wat maak ik in het begin van het jaar? Het is nu net begin van het jaar. Denk ik na over van, oké, volgend jaar, wat gaan we doen? Waar gaan we beter in worden? Wat gaan we organiseren? Wat gaan we maken? Wat gaan we niet meer doen? Dat soort dingen. En dan maak ik een jaarlijkse review en daar komt eigenlijk een plan uit. En dat plan, dat zijn weer die databases die ik daarnet heb getoond. Ja. Ik definieer een aantal doelen die binnen die grote pijlers horen. En die schrijf ik op. Dat doe ik op een stuk papier meestal, ja. Omdat er nogal prutswerk is. Maar die komen uiteindelijk hierin terecht. Ik heb hier een aantal... Dus een doel is voor mij redelijk abstract. Dat hoeft niet per se heel concreet te zijn, want doe dit. Maar meer van, wat wil ik doen? Altijd nieuwsgierig zijn bijvoorbeeld en mijn passies delen is iets dat ik wil doen dit jaar. Mm-hmm. Mijn conditie terug op peilen. Corona heeft mij een beetje een luie zak gemaakt. Ik moet er dringend iets aan doen, dus dat staat op het programma. Een duurzaam... Eigenlijk zijn dat een beetje waardes die je probeert te bekijken en waar dat je jaar mee aan de slag wilt gaan, zeg maar. Uit die doelen moeten een aantal objectieven komen, die worden al wat concreter. Zoals je ziet, als ik hier schrijf, altijd nieuwsgierig en drive om mijn passie te delen, dan kan dat zijn dat ik mijn literatuurklassiekers wil kennen, mijn passieve muziek wil communiceren, of een cursus mixology maken. Als ik een betere conditie wil, ja, dan ga ik er iets moeten doen. Dus bijvoorbeeld 150 kilometer fietsen, of de midzomernachtrun lopen, is een objectief. Daar wil ik naar streven, zeg maar. Dat wordt al helder. Met die objectieven ga ik weer aan de slag. Dus dat is opnieuw een database. Dus hier zie je eigenlijk dat dat een related database is. Dus deze database komt hierin terug. Ja. Ik schrijf ze eerst hierop en dan maak ik er altijd nieuwe natuurlijk. Ja. En dan ga ik daarmee aan de slag met die objectieven. Ik bepaal een termijn daarvoor. Dus dat is een roll-up. Ik zal hem even losmaken. Dan kunnen we wat meer de achterkant van dit ding zien. Mm-hmm. Daar kan ik een aantal termijnen op plakken. Ofwel is het iets heel kort, een objectief van minder dan 3 maanden. Eentje tussen de 3 en 6 maanden, eentje rond een jaar en ietsje langer. Ik heb er niet zoveel heel lange. Maar zo probeer ik te bepalen hoe lang dat iets gaat duren. Wat ik niet probeer te doen, is in deze fase al een planning te maken. Ik ga daaraan werken van dan tot dan. Ja. Want ik heb geleerd met de jaren dat ik dan heel een tijd zit te herplannen en dat kost gewoon heel veel energie en it makes no sense. Dus ik bepaal gewoon van oké, ik wil daar zo ongeveer zo lang mee bezig zijn voor al die objectieven. En wat ik dan doe is ik hang daar een aantal projecten aan vast of een aantal milestones. Projecten is iets wat ik op een dag aan begin, mijn heel helder opdracht, dat begint altijd min of meer met een werkwoord. En waar dat ik van zeg van, tegen dan ga ik daarmee klaar zijn. Een milestone is iets dat ik meet. Als je een boek leest en je wilt dat je op een maand lezen, dan meet je hoeveel pagina's per week dat je leest en dan weet je of dat je goed zit of op schema of niet op schema zit. Mm-hmm. Als je 60 minuten aan een stuk wilt lopen, zoals hier bijvoorbeeld, dan meet ik dat als ik vandaag 40 minuten loop, dan weet ik dat ik 20 minuten van mijn doel zit. En zo meet ik dat.
Ja, en dat kan ook een habit of een routine zijn. Als ik 10 boeken wil lezen, ja, dan moet ik elke dag lezen. Dus daar moet ik een routine van maken. Mm-hmm. En die zit hier ook in. Dus elk objectief krijgt van mij of een project, of milestones, of een habit of routine. Of soms alle drie, dat kan zijn. Dat hangt ervan af hoe dat iets opgebouwd is. Ja? Ja, Erik is mentaal, ik vind het fantastisch. Dus zoals je ziet, zijn dat ook weer twee gerelateerde databases. Dus mijn milestones komen hier. Die zitten dan hier allemaal netjes achter elkaar. Voilà, de milestone, zoals ik daar juist uitlegde. Als ik start-finishing wil lezen, dat heeft 270 bladzijden. Ik zit aan bladzijde 168. Ik heb mij voorgenomen om dat op een maand te lezen. Dus dat gaat mij lukken. I'm on track. Hier zit een formule achter die dat meet op een aantal parameters die hier staan. Okay. En dan kan je dus zien. Dagelijks aanvult? Nee, absoluut niet. Nee. Dit wordt één keer gemaakt. Ik ga er nog even mee door. En dan, met projecten is dat eigenlijk hetzelfde. Wat doe ik daarmee? Dit heb ik in het begin van het jaar samengesteld. Mm-hmm. Tot op objectieve niveau. En dan heb ik gezegd voor die objectieven wat ik mee wil beginnen. Wat zijn de eerste projecten of milestones die ik moet organiseren om dat op te starten, om te vertrekken? Ja. En verder als dat ben ik daar in principe niet mee gegaan. Mm-hmm. Wat doe ik dan? En dan komen we dan terug even in de focus. Wat doe ik dan? Dan hou ik eigenlijk een aantal dingen bij. Namelijk, hoe loopt mijn project met mijn taken? Dat is logisch. Elk project heeft een aantal taken. Ik definieer een project zoals veel mensen doen. Een project is iets dat begint en eindigt. En dat je van het begin naar het einde kunt laten evolueren door een aantal taken of to-do's te doen. En als die to-do's gedaan worden, komt het dichter bij het einde van het project. Dat is heel logisch. Dus als je hier naar een project gaat kijken, ik ga bijvoorbeeld eentje open. Dit is nu een professioneel project. Hier kan ik zien hoeveel taken dat ik moet doen. Ik kan ook zien hoeveel taken dat ik gedaan heb. Op basis daarvan berekent hij mij waar dat ik zit in de vooruitgang van mijn project. Dus ik ben op 43%. Wat dat ik niet doe, is daar dagelijks naar kijken en daaraan prutsen. Ik weet dat ik dat gepland heb, dus dat gaat vooruit. Wat ik wel doe, is regelmatig daar naar kijken, natuurlijk. En dat doe ik eigenlijk in mijn reviews. Dagelijks, en dat zit in mijn focus area, vul ik een aantal heel simpele checkboxen in. Ben ik dat aan het doen? Ben ik dat aan het doen? Ben ik dat aan het doen? En hoe gaat het daarmee? En meer doe ik eigenlijk per dag niet. Ik kijk niet naar mijn milestones. Ik kijk niet naar mijn objectieven. Ik vul gewoon in, heb ik gemediteerd? Heb ik gesketched? Ben ik gaan lopen? Dat soort dingen, dat vul ik in. En dat zit gewoon, ik kan u dat hier tonen, in mijn focus area zit gewoon een tracking. Opnieuw, links naar die related databases, we love them all. Ik vul dat hier gewoon dag per dag in en filtert op, het is vandaag. En ik vul dat in en meer doe ik dan niet. Ik trek me daar verder niks van aan. Ik hou dat gewoon even bij. Ja. Wat ik wel doe, is elke week, vrijdag namiddag, neem ik even, denk een uurke, soms duurt dat misschien iets langer, het einde van de werkweek, om een wekelijkse review te doen. En wat wil dat zeggen? Die staan hier, dat ziet er hetzelfde uit. En hier, mijn absolute favorite, de roll-ups. Mm-hmm. Wat doet dit bijvoorbeeld? Die gaat kijken in mijn week naar het aantal dagen en die checkt hoeveel keren dat ik afgecheckt heb dat ik gemediteerd heb. Voor deze week was dat elke dag, dus dat staat op 100%. Ja. Dus dat wil zeggen, doordat ik elke dag gewoon een checkbox aanvink, begint hij te meten voor mij. Which is nice. Want dat moet ik dan niet doen. En zo zit dat eigenlijk, dat zijn allemaal eigenlijk roll-ups die gemaakt worden, doordat ik dat dagelijks invul, kan ik nou op het einde van de week zien hoe dat mijn week is gegaan. Dus dat krijg ik hier te zien. Maar wat ik ook doe, is, ik heb een soort van, wacht, ik ga eens wat vorige week pakken. Eén keer per week ga ik daar eigenlijk door, kijk ik wat ik heb geschreven, wat heb ik goed gedaan, wat heb ik slecht gedaan, wat kan ik beter doen, wat is mijn hoogtepunt, hoe blij was ik, hoeveel energie had ik tijdens het werk, dat soort dingen. Dat is altijd, als je dat vertelt, klinkt dat vrij autistisch zo, maar dat zal misschien wel aan mij liggen. Maar dus alles is gemeten, dus ik bekijk dat. En dan heb ik eigenlijk een checklist die ik elke week volg. En dan weet ik dat ik alles gecontroleerd heb en dat alles eigenlijk zit in de flow dat ik wil. Mm-hmm. Ik ga er nu misschien niet helemaal doorgaan, maar bijvoorbeeld om op uw vraag te antwoorden, eens even kijken waar dat zit. Ik kijk hier bijvoorbeeld, kijk ik naar mijn milestones en kijk ik van, oké, hoe ver zit ik? Ah, dat heb ik niet aangevuld, dat moet ik even aanvullen.
Waar zit ik in mijn boek? Ik ga eens kijken. Ik ga dat niet elke dag checken natuurlijk, maar dan kijk ik dat eens. En ik vul dat aan en dan kan ik kijken van, oei, en met Kafka bijvoorbeeld, ik ga wat moeten bijlezen, want ik zit wat achter. Ja. Dus dat kijk ik gewoon één keer per week. Hetzelfde met mijn projecten. Ik kijk naar mijn projecten. Ik zie hoe dat het gaat. Ik heb een gezondheidsmetertje aan mijn projecten gemaakt. Mm-hmm. Wat wil dat zeggen? Als er geen taken staan die te wachten zijn, mm-hmm. of ik zit uit mijn timeframe, dan springt die op rood. Dan krijg ik een rood uitroepteken. Ik ben heel voorbeeldig sinds 2021, dus alles staat netjes gezond. Maar dat wil dus zeggen, stel dat hier geen to-do's openstaan, Dan evolueert mijn project niet. Dan gaat dat niet vooruit, want ik ben er niks mee aan het doen. Okay. En door daar gewoon één keer per week naar te kijken, weet ik van, oh, oké, okay, hier, ik heb er 7 gedaan, ik heb er 3. Ik moet eens kijken en dan doe ik dat misschien eens open en dan ga ik eens kijken van wat ben ik aan het doen. Oh ja, ik heb nog 2 dingen staan, komt goed, ik moet niks meer doen. En zo loop ik daar gewoon even snel door. Ik kijk wat ik moet doen en ik zorg dat die blijven lopen, zeg maar. Ja. Door daar to-do's aan te geven, acties aan te geven, komen die, daar kom ik zelf eens op terug, of ik spring er misschien even naartoe, komen die op de dag dat ik ze moet doen, gewoon in mijn focuspagina als, deze moet ik vandaag doen, ik doe die, en ik weet dat ik vooruit ga, zonder dat ik naar het grote verhaal moet kijken, zeg maar. Okay. Ik zie dat er even een vraag gekomen is van Laurens, of dat... Mm-hmm. formules, of dat je die zelf samenstelt of dat je die kopieert van iemand anders uit een template, omdat het heel ingewikkeld lijkt om te schrijven. Het is ingewikkeld om te schrijven. Er staat heel veel online dat je kunt gebruiken. Ik merk dat als ik het echt specifiek op mij wil toepassen, dat ik ze meestal wel een beetje moet herschrijven. Maar er is, allee, de basis vind ik altijd wel, bijvoorbeeld bij Notion VIP, die heel goed is in formules en dat soort dingen, vind ik daar, en dan ga ik daarmee aan de slag en dan blijf ik prutsen totdat ze werken. Een tip met formules is, split ze op. Dus als je bijvoorbeeld een complexe formule, ik weet nu niet of dat ik erin, allee, ik heb er ongetwijfeld hè, complexe formules, maar als je een tracker wilt maken bijvoorbeeld, waar zit er nu een? Ja, dat ook. Bij mijn project, als je naar deze formule ziet, dat is best heftig, maar maak één ding en zeg van, ik wil dat meten, ik wil bijvoorbeeld weten hoeveel dagen dat er tussen vandaag en mijn deadline zit. Zoek dat stukje formule op. En als je dan zegt van, als ik dat weet, dan wil ik ook weten hoeveel dagen dat er dan nog zit van aan de start. En zo bouw je dat eigenlijk op. En telkens, als het werkt, maak ik een nieuwe kolom en bouw ik daarop verder totdat ik weet dat alles marcheert. En dan steek ik ze in één formule. Goeie tip. Ja. Ja, omdat in het begin had ik dat ook. Ik had bijvoorbeeld een kolom met het percent. Gedaan en dan een kolom met de progress bar. Maar dan zeg je van ja, maar als ik die aan elkaar koppel, dan zitten die bij elkaar en dan is dat netjes. Ja. En zo ben ik er eigenlijk toe gekomen van ah ja, ik splits het eerst helemaal op in allemaal kleine stukjes. Mm-hmm. En als die allemaal afzonderlijk werken en ik zet die allemaal samen in ene formule, dan werken die ook. En dat gaat goed. En zo kun je inderdaad dingetjes die je ergens gratis krijgt van iemand anders. Combineren met dingen die je bedenkt of die je uitzoekt. En dan creëer je zo je eigen formules. Ja. Oké, super. Ja, de vraag van Britta was een beetje hetzelfde. De progress met de procenten. Dus inderdaad, dat werkt ook op die manier dat hij eerst het procent berekent en dat dan eigenlijk in een visuele... Ja, als je hier kijkt bijvoorbeeld, deze is een heel complexe formule om die milestones te berekenen. Omdat je natuurlijk, je kunt... Stel dat je... Wacht, hoe moet ik dat nu zeggen? Want je kunt eigenlijk... Dit is een formule die langs 2 kanten naar een doel meet. Met andere woorden, stel dat mijn doel is 60 minuten lopen en ik loop er nu 40, dan moet ik stijgen en dan moet hij meten. Maar stel dat ik, wat ga ik zeggen, dat ik 100 kilo weeg en ik wil er 50 wegen, dan moet hem aftellen. Dus die formule is daardoor ontdubbeld. Daarom is die zo lang. Maar er zit bijvoorbeeld het eerste stukje, als je hier kijkt, dit wil zeggen van als er niks gebeurt, als het klaar is, dan mag je een x schrijven. En het allerlaatste normaal gezien zal inderdaad zijn, zal deze zijn die zegt van zet er een percent aan bij dit gedeeld, bij de prop doel en de prop nu gedeeld door 100, zet daar een percent bij. Dat is dat klein percentje. En zo is het eigenlijk allemaal gecombineerd in één formule. Dit is typisch iets waar ik in het begin was, als mijn doel kleiner is dan mijn... start, zeg maar. Ja. Dan had ik een progress bar. Is mijn doel groter dan mijn start, had ik een progress bar. En dan had ik nog een ding met de percentage. Die zitten nu allemaal bij elkaar.
Ja. Dus dat is een goed voorbeeld. Daardoor lijkt het allee, echt rocket science. Het is dat niet, maar het ziet er gewoon heel spectaculair uit als je het open doet. Maar het is wel zo, van Excel komt, vind ik dat dat wel best aanpassen is om met de formules in Notion te leren werken, want de logica zit net een beetje anders. Ja. Nee, de logica zit wat anders. Ik heb er ook wat moeten naar zoeken en heel veel op gevloekt, omdat het niet doet. Maar uiteindelijk komt er wel eens. Hè. Je moet wat doorzetten. Maar ik denk, met veel dingen in Notion moet je echt wel wat doorzetten om het te laten doen wat je wilt dat het doet. Absoluut. Het is soms een beetje te white canvas. Ja. En dat veel mensen afschrikt, dat snap ik. Je moet een beetje een doorzetter zijn. Maar als je het uiteindelijk allemaal in elkaar gepuzzeld krijgt en het doet wat dat je wilt dat het doet en het helpt u om dagelijks gefocust te zijn op de dingen waarop dat je wilt gefocust zijn, zoals in mijn geval bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, dat is wel heel bevrijdend. Je hebt echt wel eens het gevoel van allee, ik maak me geen zorgen over dat ik mijn doelstellingen ga halen. Als ik elke dag mijn to-do's afwerk, zal ik ze halen. Ja. En daar helpt Notion echt wel om dat te realiseren. Sowieso. Ja. Wat was ik aan het vertellen? Ja, dus daar alles aanvullen eigenlijk, hè? Ja, dus hier ga ik, dus eigenlijk echt gewoon een checklist die, voor alle duidelijkheid, ik heb die niet van de eerste keer geschreven zo. Dat is gewoon iets dat me elke week, ah ja, dat zou ik eigenlijk ook moeten doen. En zo komt dat tot waar dat het komt. Mm-hmm. Maar door dit elke week een uurtje te doen, in principe, kijken naar uw projecten. Ik kan naar want dit zijn alleen mijn eigen projecten. Dit zijn mijn projecten die ik voor het bedrijf aan het doen ben. Mm-hmm. En een aantal objectieven op te schrijven en naar die dingen te kijken, dan weet ik van, I'm on track. Dat klopt wel. En dat doe ik wekelijks, deze. Ik zeg dat duurt een uurtje. En dan doe ik er nog eentje en dat is een maandelijkse review, die iets uitgebreider is en die ook weer een stap verder gaat. Waar ik in de wekelijkse review vooral kijk van, zitten mijn projecten on track en mijn milestones on track? Kijk ik op in mijn maandelijkse review vooral, ben ik met mijn objectieven nog altijd blij? Ik heb er nu nog niet veel gedaan dit jaar, hè, maar in december heb ik er een gedaan. Ben ik nog altijd blij met hoe dat het gaat? Kloppen mijn areas nog bijvoorbeeld? Zijn dat nog altijd de dingen waar dat ik van vind dat ze de belangrijkste in mijn leven zijn en die ik hier wil bijhouden? Mm-hmm. Kloppen mijn habits en routines? Is dat wat ik elke dag, elke week wil doen? Moet ik daar iets aan aanpassen? En zo loop ik dat door. En dit is een beetje op een breder niveau van waar ben ik mee bezig. En wat ik ook per maand doe, is even terugkijken naar mijn project. En dan zeg ik van, nu dit had ik een beetje laten liggen. Onze eigen drivers voor ons bedrijf moesten opnieuw in kaart gebracht worden en meetbaar worden, omdat we aan het schalen zijn. En ik had dat zo wel laten liggen, dan noem ik dat mijn boost-project. Ja. En dat komt overal terug, wat dat mijn boost-project is. En dan blijft dat top of mind en dan kan ik daar sneller mee aan de slag natuurlijk. Mm-hmm. En dat is iets wat ik bijvoorbeeld kijk, als je hier naar projecten kijkt en naar objectieven, dan vraag ik me af, hebben alle objectieven, hebben die actieve projecten of milestones? Welke objectieven zijn klaar? Welke heb ik er nieuwe nodig? Moet ik er aanpassen? En dat soort dingen. En zo probeer ik eigenlijk niet elke dag het grote geheel te plannen, ja, maar wel op regelmatige basis het grote geheel te plannen. En dat doe ik in mijn maandreview. Dus ik bekijk mijn doelen, kloppen die nog? Is dat nog wel, als ik ineens totaal niet meer geloof in freelance werk, ja, dan is dat geen doel meer, dan gaat dat weg. Maar ik heb daar niet al 5 jaar voor gepland. Ik heb daar gewoon een aantal projecten voor gepland. Als die niet lukken, dan lukt dat niet. En dat doe ik hier in een maandelijkse review. En zo, basically, heb ik mezelf georganiseerd, zodanig dat ik, zoals ik zei, hier gewoon kan werken. Wat zie ik hier? Dit is eigenlijk de pagina waar ik eigenlijk heel de dag in zit. Dus ik krijg hier mijn maandelijkse focus te zien en mijn jaarfocus, zodanig dat altijd top of mind is, dat ik dat weet. En hier, door elke week mijn projecten na te kijken en te kijken of ze elke project to-do's hebben, komen hier gewoon elke dag mijn to-do's van die dag die ik gepland heb tevoorschijn. Ja. Ik moet mij niet meer de vraag stellen van klopt dat? Dat klopt. Het is nu het einde van de dag, dus ik ben er bijna door. Dit zijn mijn to-do's uit de House of Media workspace uiteraard. Zoals ik zei, dit is mijn tracking, waarin ik gewoon een aantal dingen moet aanvinken die mij helpen om te meten. Mm-hmm. En dan heb ik een planning, omdat ja, op het einde van de dag moet ik ook een beetje kijken hoe dat het zit. En hier kan ik heel goed zien mijn week, dit is hoe dat ik ze gepland heb. Ja. Dus wat ik vandaag nog moet doen, dit staat morgen op de planning, zaterdag, zondag.
kan ik hier even zien. Ik kan ook, zoals je ziet, ik plan niet te veel vooruit. Een week, misschien twee weken vooruit met acties. Niet meer. Omdat ik weet dat je moet toch altijd veranderen. Allee, de wereld gaat zo snel dat je zo moet aanpassen. En voor mij is het heel frustrerend als ik mijn hele week gepland heb en door één stom ding valt dat helemaal uit elkaar. Dus ik doe dat niet. Ik plan gewoon de vrijdag voor de volgende week en dan zie ik wel. Dat is een beetje mijn filosofie tegenwoordig. En uw meetings en zo, die staan ook allemaal in Notion dan? Dus je gebruikt geen aparte kalender meer of wel nog... Nee, ik gebruik in principe, ik weet niet, kan ik nog een pagina delen? Kunnen jullie deze pagina ook zien? Normaal wel, ik alleszins wel. Dit is mijn blokkenschema, dus dit is mijn kalender die ik gebruik. Nee. En een lege week ziet er zo uit, dus die is helemaal geblokt. Mm-hmm. Maar natuurlijk, als er vergaderingen in komen, begin ik daaraan te schuiven. Dat is ook iets dat ik vrijdag doe. Ik ga er eigenlijk vanuit, je kunt eigenlijk met mij geen vergadering plannen in de week die lopend is. Die moeten gepland zijn. Daar ben ik streng in. dat is een beetje het enige. Ik vraag gewoon om minstens een week op voorhand te zeggen wat er gaat gebeuren. Ja. En dan plan ik dat. Nu, versta me niet verkeerd, ik ben geen tiran. Als er iets heel erg gebeurt, dan gaan we daarop in. Hè. Dat is het niet. Maar vanuit principe doen we het zo. En zo doen we het allemaal bij ons in het bedrijf, wat dat het makkelijker maakt natuurlijk. Ja. Maar ik ga terug naar mijn workspace. Dus zo blok ik dat, maar ik ga daar niet verder in detail in. Ik heb een aantal prioriteiten per taken, die staan hier. Dus ofwel is dat iets dat ik heel snel moet doen, iemand bellen of weet ik veel wat. Gepland wil zeggen, het is duidelijk een afspraak met andere mensen op een bepaald uur. Mm-hmm. En dan heb ik gewoon eerste, tweede en derde prioriteit, omdat ik in een dag probeer ik altijd mijn eerste prioriteiten snelst af te werken. Ja. 2 is fijn, 3 is super, dan heb je echt een hele goede dag gehad als je dat ook nog gehaald hebt, maar dat is niet erg. Dus zo probeer je dat te doen. En iets dat vandaag een derde prioriteit is, is overmorgen een eerste prioriteit, omdat dat moet gebeuren natuurlijk. Hè. Zo kan ik dat heel snel veranderen. En die calendarview geeft daar een heel fijn manier voor. Omdat, stel dat ik die paper vandaag niet kan lezen, en ik zeg, ik doe dat zaterdag, moet ik dat gewoon verplaatsen en dat staat op zaterdag. Which is nice. Mijn een dag speelt zich hier af. Ik kijk zelden nog naar mijn kalender in de week. Ik kijk daarnaar als ik mijn week plan, de vrijdag, kloppen mijn blokken nog en dat soort dingen. En soms switch ik eens en dan ga ik eens kijken van, hoe zit dat in elkaar? Ja, ik ga vandaag aan mijn... Nu heb ik net aan dat Boost-project gewerkt, dus dat heb ik gedaan. Maar ik ken dat eigenlijk van buiten ondertussen. zo. En dan heb ik nog een einde werkdag routine. Ik moet, omdat we onze drivers meetbaar maken, zoals ik daar juist zei, vullen we elke dag in waar dat we onze tijd aan spenderen, om te kijken of we dat beter kunnen maken. En ik schrijf op het einde van de dag nog wat er goed ging, wat ik morgen beter ga doen, en hoe blij en hoe energiek ik was. Ja. Allemaal fijn om te weten. En dat helpt mij ook weer om die andere reviews te maken. En dan, dit is het werk, hè. Korte to-do's die ik snel opschrijf, een aantal links naar pagina's waar ik aan bezig ben, waar ik snel naartoe wil. Hier zitten een aantal toggles in waar ik notas neem van meetings die ik heb gehad. Maar ook een link naar mijn Notes and Ideas database, die ik kan raadplegen, gefilterd op wat heb ik er nieuw ingestoken. Alles wat ik erin steek, krijgt automatisch de tag nieuw, zodanig dat ik dat weet dat ik daar nog iets mee moet doen. Ja. Want anders gaan ze verloren natuurlijk. Dus die zitten hierin. In uw weekly review komt dat dan bijvoorbeeld terug, dat je dan ziet van, ik heb daar nog niks mee gedaan, of dat is eigenlijk... Ja. Okay. Ja, dus een van de checkpunten in mijn weekly review is naar mijn hunting en collecting kijken. Ja. Dus dit is eigenlijk de plek, het is nu donderdag, dus dat zit wel wat, daar staat wel wat rommel nu. Ja. Dus, maar ik trek me daar niks van aan, ik gooi dat daar gewoon allemaal in. Mm-hmm. En op het einde van de week kijk ik van, daar en daar, hier moet ik iets mee doen. En dan, ik geef dat bijvoorbeeld een project, like als die paper van Huapi, die ik moet lezen, is ondertussen al gelinkt aan een project. Maar soms is dat hier leeg. Maar op het einde van de week ga ik daar even door. Wat kan ik daarmee doen? En ik deel ook de dingen die ik verzamel, deel ik ook met House of Media. We hebben daar een bibliotheek. En dan sleep ik die gewoon hier in die databases. Het zijn twee verschillende, maar die zijn net hetzelfde opgebouwd. Waardoor dat als ik dit daar zet, hij eigenlijk alle properties gewoon meeneemt. Want hij kent die. Dus dat is handig. Maar door de week, als ik daar geen tijd voor heb, is dat niet erg. Ik weet dat ze er zijn, ik kan ze niet kwijtraken. Ja. En ik weet dat er een moment komt waarop ik ernaar ga kijken en dat ik er iets mee ga doen. Ja. En wat doe ik daarmee? Dat is misschien nog interessant om te vertellen.
Want dat was een beetje mijn probleem. Ik ben een hele grote verzamelaar van alles, maar dan vind ik het niet meer terug. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb eigenlijk alles wat ik verzamel een aantal tags gegeven, van dingen wat ik research naar doe. En die link ik daaraan. Om een voorbeeld te geven, dit is nu iets wat ik net opgestart ben, maar ik ben aan het researchen over de Japanse keuken bijvoorbeeld. Dan zorg ik ervoor, dan verzamel ik daar eigenlijk alles wat dat daarover gaat, uit andere databases. En die steken hierin. Dus hier bijvoorbeeld, ik heb een database met al die artikels die je daarnet ook zag. Als ik die filter op, ik ga het nu niet zien, maar die zijn gefilterd op dat de Knowledge Lab Japanse keuken is, dan verzamel ik die daar allemaal. En als ik op een gegeven moment zeg van, ah ja, ik heb nog eens een uurtje tijd om eens met wat te verdiepen in Japanse recepten, en ik kom naar hier, alles wat dan in heel mijn systeem zit dat daarover gaat, is hier verzameld. Ja. En zo werkt het wel, waardoor dat je ook, dit is nu niet per se gelinkt aan een project, denk ik, maar als ik nu bijvoorbeeld naar een project ga, eens kijken, stel dat ik bijvoorbeeld, zou dit goed zijn? Misschien deze. Dit is mijn area van House of Media. Kijk, hier zit mijn Knowledge Lab. Mm-hmm. En alles wat ik gerelateerd heb aan mijn werk voor House of Media, verschijnt hier onmiddellijk. Ja. De boeken die ik aan het lezen ben, de labs waar ik mee bezig ben, gerelateerde labs, al die artikelen die ik verzameld heb, die zitten hier gewoon allemaal standaard in. Dus als ik daarmee bezig ben, alles wat ik weet, of niet weet wat Notion weet, want ik weet het eigenlijk niet, mm-hmm. Maar dat ik gezegd heb van dat heeft eigenlijk te maken met wat ik doe voor House of Media, staat hier gewoon gefilterd. Ja. En die heb ik al. En hier kun je ook mijn objectieven terugzien. En een andere slider die ik zelf een hele mooie vind trouwens, dit is eigenlijk de timing die ik eraan gegeven heb en hoe ver dat ik zit in die timing. Oh, cool. En hier zie je dus weer alle projecten en mijn milestones. Ja, het is nu niet een project waar daar milestones aan zitten, mm-hmm. Maar die kan ik hier zien. Dus ik heb eigenlijk, eender waar dat ik kom, ga ik altijd de informatie vinden die ik daar nodig heb en niks anders. En dan maakt dat eigenlijk, ik had vroeger ook zo, ik had een database met misschien 300 artikels in over van alles, mm-hmm. maar die was nergens aan gelinkt. Dus op het moment dat ik iets zocht, moest ik door die database gaan graven om te zien hoe ik het vond. En nu doe ik het eigenlijk door één keer per week Indian Hunting and Collecting te gaan kijken en te zeggen, Bij de dingen die ik verzamel, van dat hoort daarbij. Hè. Ik klik hier gewoon aan en ik zeg bij wat dat het hoort. Ja. Weet ik, dat staat waar dat het moet zijn. Ik ga dat terug tegenkomen als ik het nodig heb. Ja. En dat is, dat scheelt. Dat scheelt enorm. Ja. Zeker. Sowieso. Ja. Even in de vraag. Dus Laurence, vindt u Japans koken database fantastisch? En ik weet of dat de tijdlijn ook een formule is. Dus ik vermoed wel, maar dat gewoon een andere manier van weergeven is. Ja, daar heb ik een beetje op gezocht op die tijdslijn. Ja. Ik zal eens even pakken. Het is eigenlijk een gepimpte slide. Hoe noemt dat? Slice-functie. Ja. Dus normaal, slicen is eenvoudig als je het langs de ene kant doet. Met andere woorden, ik heb 10 blokjes en per 10% dat ik klaar ben, moet er een blokje bijvoegen of aftrekken bij slice. Wat ik hier gedaan heb, is ik heb ze eigenlijk dubbel gemaakt. Dus ik heb gezegd, langs de ene kant meet hoe ver dat ik sta van mijn begindatum. En dat is dit stuk. Hè? Dus dit stuk van de formule. En dit stuk van de formule is eigenlijk hetzelfde, alleen gemeten van de einddatum. Mm-hmm. Dus wat maakt dat? Die maakt, dit zijn 20 blokjes, denk ik. En hij zegt van vandaag, van tussen 1 januari en vandaag zit er zoveel. En dit stuk van de formule zegt tussen 31 maart en vandaag zit er zoveel. En dan teken je daar een bolletje tussen. En dat maakt dat je eigenlijk het zicht krijgt op, zoals je ziet, als je ze allemaal mooi naast elkaar ziet, dat je heel... Wacht, dan moet ik nog even terug. Als je naar je objectieven gaat. Ik heb geen galerij. Help. Hier. Dan kun je even goed zien van, dit is actief. Deze zijn niet gestart, dus die in bol staat helemaal daar. En naarmate dat de tijd vordert, gaat dit vooruit. Fantastisch. Daar moet ik verder niks aan doen. En de formule ziet er zo uit. Echt super. Ja, ik denk dat als je die eens kunt delen, dat zou leuk zijn. Ik vind heel... Deze formule bedoel je? Ja, absoluut. Ja, dat wil ik zeker doen. Voilà, als ik via mail op, en dan post ik het wel in de Facebookgroep of zo. Ja, super. Absoluut.
Ja, dat ziet er superkeurig uit, want ik ben nu zo'n beetje ongelukkig over de relatie tussen die twee. Wow. Dus daar moet ik eens iets over doen. Maar ik heb mijn eigen ook voorgenomen om mijn systeem even te laten zoals het is. En ermee te werken. Want ik denk dat iedereen dat weet die wat enthousiast wordt over Notion, je blijft maar veranderen en bouwen. En eigenlijk is dat niet iets waar je een tijd in moet steken. Je moet zorgen dat het systeem voor u werkt en dat je... Dat je doet wat je moet doen. Ja. Maar ik deel deze graag, ja. Deze is complexer en ziet er zo uit. Maar deze is relatief eenvoudig om te meten. Dit meet eigenlijk van, ik heb een begindatum en ik heb een einddatum. Waar zit ik nu? Simpel. Dus je hebt deze twee data hebben nodig. Start en einddatum. En dan kunnen we dat maken. Ja. Ik zal ze straks naar u sturen, Ellen. De mensen in de comments zijn impressed, Erik. het valt mij ook op dat er best wel pagina's gelokt zijn bij u. Is daar een specifieke reden voor? Ja, omdat ik wil eigenlijk in heel weinig pagina's echt werken. Okay. De meeste van mijn pagina's moeten mij gewoon een zicht geven op wat ik aan het doen ben. Mm-hmm. Like als deze is, als ik het over House of Media heb bijvoorbeeld, dan wil ik hier zien van... Ah ja, dat. En dan ga ik een stap verder en daar werk ik in. Ja. Dus met andere woorden, dit zijn eigenlijk zo'n beetje top-level pagina's. Dat is niet de plek waar ik iets in verander. Ja. En dan ziet het er gewoon keurig uit. Maar als ik zeg van ja, ik wil aan dit project werken, dan is het simpel, ik doe dat project open. En hier staat natuurlijk niks gelokt. Hè. Hier ben ik mee bezig en kan ik mee aan de slag. En kan ik doen wat ik moet doen. Super. Zo. En ja, basically is dat mijn setup die werkt voor mij. Wat kan ik jullie nog vertellen? Even kijken. Ja, zoals je ziet, dit zijn eigenlijk... Ik heb een beetje een kleurencode. Dus zoals ik zei, ik heb drie belangrijke pijlers. Die zijn blauw, oranje en groen. Dat wil zeggen dat als ik hier van voren iets blauw zie staan, weet ik dat dat met groeien en leren te maken heeft. Als ik iets oranje zie staan, als ik iets groen zie staan, idem ditto. Volle blokjes zijn pagina's, dus dingen waar ik in werk of waar ik informatie kan vinden. Mm-hmm. Ah, dat minimal is heel vrij minimal, zie ik. Daar ben ik nog niet mee begonnen, duidelijk. En de open vakjes zijn echt databases. Dat zijn echt... verzamelingen, lijsten en dat soort dingen. Ja. Dus dat probeer ik zo een beetje te organiseren, zodat ik daar een overzicht voor hou. Dit is mijn icoon voor een dashboard. Dus ik heb eigenlijk vier grote dashboards, zoals ik zei. Los van de overzicht dashboard. En ik had een heel systeem. Ik denk dat het de vorige keer nog zo was als wij met elkaar hebben gesproken, Ellen. Van alles had een icoon en alles had dat en dat en dat. Tot elke to-do. Dat is er allemaal uit. Daar hou ik me niet meer mee bezig. Een to-do is gewoon een to-do. En moet mij zeggen wat ik op welk moment van de dag moet doen en meer niet. En dat is een beetje de eenvoud die mij ook wel wat rust geeft op een of andere manier om ermee aan de slag te gaan. Mm-hmm. En misschien nog een vraag aan mensen die zich af gaan afstellen. Van waar komen die icoontjes? Deze heb ik gemaakt. Ik heb in principe... ik weet niet of je de Noun Project kent. Dat is een heel grote database met allemaal icoontjes. Waar een deel vrij beschikbaar van zijn, maar waar dat je voor een klein abonnement van $2 per maand, denk ik, beschikbaar over hebt. Die kunnen in PNG, als iemand daar kennis van heeft, downloaden. En dan kun je daarmee aan de slag in Photoshop of zo. Ja. Dus ik heb eigenlijk gewoon een vierkantje gaan halen. En ik heb dat dan gevuld en gehalveerd en dat soort dingen. Deze, denk ik, komen van Notion VIP. Ja. Als het iets frivoler mag zijn, dan is hij de man die u daarmee kan helpen, heel snel. Ja. Ja, die heeft ook een heel gemakkelijke pagina waar je super snel ook icoontjes gewoon kunt kopiëren. Hè? Ja, gewoon met een link die je moet kopiëren. En dan heel simpel, als je dat zo doet, dan kun je hier kiezen tussen een emoji. Je kunt je eigen beeld uploaden, zolang dat PNG of JPEG is. Maar je kunt ook een link kiezen. En dan, als je daarop klikt, moet hier gewoon een URL die bij Notion VIP te kopiëren valt, in kopiëren. En dan neemt hij die mee. Ja. Wat misschien nog een hele goeie is, die ik onlangs ontdekt heb, is... ik weet niet of dat
iemand Readwise kent. Ja. Fantastisch. Ik heb een hele bibliotheek met boeken. Ja. Die ik lees. En die staan hier allemaal netjes in. Ik ben ze nu allemaal op orde aan het zetten. Ik probeer elke ochtend een beetje te lezen, een half uurtje. Ik lees op Kindle. Gekoppeld met Readwise. Ik ben nu een hele goede tip trouwens. Iedereen moet die zeker lezen. Start finishing. Vrij goed. Heel veel van mijn ideeën komen hieruit, trouwens, de laatste week. En dit is mijn boekreview daarover. Nu, je denkt, amai, dat is veel schrijfwerk. Dat is het niet, want alles wat ik highlight in mijn Kindle, neemt Readwise automatisch over en die is gesynct met Notion. Waardoor dat, als ik gedaan heb met lezen en ik open mijn Notion-pagina, eigenlijk dit er al in staat. En akkoord, je moet het wel een beetje formatten, de kleurtjes geven en zo. Ja. Dat je eraan verder kunt. Maar fantastisch. Echt super dit. Heel fijn om te doen. En ook heel fijn om daarna mee aan de slag te gaan en eruit te halen. Vroeger deed ik het anders. Denk, is deze bijvoorbeeld zo. Vroeger deed ik het, maakte ik echt zelf mijn samenvatting of zocht ik dingen online. Werkt ook. Ja. Maar dat is allemaal veel sumierder. Nu met die Readwise kan ik echt... In principe zou je een boek kunnen highlighten en dan zit hem er helemaal in. Maar dat heeft ook geen zin natuurlijk. Maar ja, dat is een hele goede tip. Het is een betalende service wel. Dat is misschien wel een beetje jammer. Maar ik vind het wel de moeite waard voorlopig. Ja, ik heb het gezien en het staat ook... Ik heb het ook al overwogen en ik denk dat ik het ook ga doen. Omdat inderdaad, dat bespaart je ontzettend veel tijd als je niet meer je samenvatting moet schrijven. Dus gewoon niet dus vandaar. Ja, absoluut. Ik dacht daarnet ook nog aan een vraag. In welke mate is in uw workspace, wat ging ik zeggen, haalt je heel veel inspiratie van wat de andere mensen online doen en zegt je van, ik ga dat bij mij implementeren? Of komt er voornamelijk heel veel uit het zelf wat prutsen en zelf voornamelijk wat te zoeken? Ik heb zeker een aantal mentors in de wereld. Marie Poulin kennen we allemaal. William Nutt van Notion VIP zeker ook. Mm-hmm. Het is bij mij vaak andersom. Ik denk aan van, oh, ik zou dat zo en zo willen organiseren. En dan ga ik op zoek naar, heeft iemand al gedaan? En door dan een stukje bij Marie te pikken en een stukje bij August Brandley te pikken en een stukje bij William Nutt te pikken, kom ik tot wat ik wil dat het doet, zo'n beetje. Ja. Dus ik denk dat mijn systeem echt een allegaartje is van Para, van wat Marie Poulin doet, wat veel van wat August Brandley doet, zit erin. Maar gemaakt op mijn maat. En ik denk dat dat een beetje het fijne is aan deze software. Hè. Je kunt heel veel gebruiken van wat de mensen al gedaan hebben in het verleden, of bedacht hebben, en dat helemaal naar je hand zetten, zodat het echt werkt voor u. Het is niet zo dat, bijvoorbeeld als Marie Poulin een template maakt voor je operating system, dat je dat moet gebruiken en dat je eigen leven daar moet invringen. Dat is niet. Je kunt dat dan vanaf dan kunnen beginnen zorgen, manipuleren en aanpassen totdat het is wat dat jij wilt dat het doet. En dat vind ik er juist fijn aan, ja. 100%. Helemaal. Ja, ik zeg dat zelf ook altijd van templates zijn kei leuk om mee te starten, maar als je er niet je eigen ding achteraf van maakt, dan is het een beetje hetzelfde soms als eender welke andere tool gebruiken. En ja. Ik denk dat er in mijn systeem geen enkele template zit waar ik op gestart ben. Ik ben altijd van scratch begonnen, maar dan wel gezocht van, heeft die persoon dat gedaan en dat dan nagemaakt, gezocht hoe dat de formules zouden kunnen werken in mijn systeem. En geprutst dat het marcheert. En ja, ik ben daar nu iets vlotter in dan een jaar geleden natuurlijk, dat spreekt voor zich. Ja. Maar ja, dat is ook, het is mijn manier van het te leren ook, denk ik. Ja. Van met vallen en opstaan en prutsen en vloeken, in plaats van het te kopiëren en het dan werken. Want dan gaat het ook al heel snel mee in een systeem dat iemand anders voor u gemaakt heeft. En ik geloof heel hard dat een systeem dat iemand anders voor u gemaakt heeft, nooit echt 100% uw eigen systeem kan zijn. Je moet dat zelf maken, want ieders leven zit anders in elkaar, ieders job zit anders in elkaar, je hebt andere manieren om doelstellingen te bereiken, om daarover na te denken. Dit werkt voor mij, dat werkt daarvoor niet voor u of voor iemand anders, maar voor mij werkt dat. Maar het inspireert misschien wel. En anderen kunnen dan zeggen van, wat dat hij daar doet, dat ga ik ook gebruiken, want dat past binnen mijn verhaal. En wat Marie Poulin daar doet, dat past binnen mijn verhaal, dus ik haal dat daar ook uit. En zo maakte dat. Absoluut, 100%. Ik zie Astrid nog vragen, onder welke topics in de menubalk dat al uw pagina's zitten?
In principe zit alles hieronder. Alles zit onder mijn overzicht. En daar valt alles onder. Nu, er zijn meer databases dan deze natuurlijk. Hè. Dit zijn mijn main databases, maar in bijvoorbeeld, laten we eens naar gezondheid en fitness gaan. Mijn workout database zit hier, omdat die daar een plaats vindt. Ja. Dus zo, maar ik had hier, vroeger had ik hier ook veel meer van die pagina's. Mm-hmm. Maar het is niet nodig. Ik kijk liever naar dit dan hier in mijn zijbalk te gaan zoeken naar wat dat ik nodig heb. Dit is veel overzichtelijker en aangenamer om naar te kijken. Dus, ja. Nu, gedurende de dag, ik heb het een beetje opgekuist. Dus ik heb hier nog twee workspaces van House of Media. Ik heb een aantal dingen die ik share. Mm-hmm. Ik heb een aantal workspaces waar ik samen met die mensen aan bezig ben om te bouwen, waar ik naartoe moet. Ja. Dus het is allemaal complexer als dat. En in mijn werkdag staan hier misschien 6 pagina's als favorite, omdat ik ermee bezig ben. Mm-hmm. Maar meestal ziet het er zo uit en ben ik hierin bezig en vind ik wat ik nodig heb. Ja, dat... Uiteindelijk speelt heel weinig rol. Hè. Door linked databases te kunnen maken, overal waar je ze nodig hebt, create een linked database van. Ja. En hij vindt ze wel. En als je de originele verzet, blijft hij ze vinden. Dus dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Nee. En het is, denk ik, ik vind dat een heel grappig, maar Danny Hatcher doet heel veel rond formules ook op YouTube. En hij zegt, echte Notion-gebruikers gebruiken amper nog de sidebar en vinden gewoon meteen alles terug via linked databases en door het op pagina zelf heen te klikken. Ik denk dat komt door er meer te werken en net door je eigen systeem te bouwen. Mm-hmm. Dit is klassieke PC-architectuur. Een mappenstructuur en je gaat kijken, hè, ze staan nu wel onder elkaar, maar of ze staan naast elkaar, dat maakt niet uit. Notion is niet die structuur. Notion is veel flexibeler en vloeibaarder bijna. En naarmate dat je eigen systeem bouwt en Notion beter kent, ga je veel meer in die flow geraken. Ja. Ik ga dan zeggen, als ik hier naar kijk, hier staat van één database, hè, van die acties, als we nu eens alles open doen, dan ga je zien dat die daar 1, 2, een aantal keren in staat. Hè. Maar dat maakt niet uit, dat speelt geen rol. Ik maak telkens een link, ik doe een andere view, ik maak andere filters met dezelfde database. En dat is wat het goed maakt. Er is geen enkel ander programma waarin dat je de databases op deze manier... kunt gebruiken en kunt laten werken voor u sowieso niet. Absoluut. Stel ook nog de vraag, in hoeverre is jullie business workspace gebaseerd op de persoonlijke workspace, aangezien dat je persoonlijk de opzet hebt gedaan? En is er iemand in het bedrijf die dat de structuur van de workspace bewaakt? Ik. ik kan hem even laten tonen. Dit is onze HQ van House of Media. Zit anders in elkaar, omdat ik niet de enige ben die erop werkt, uiteraard. Maar de basisprincipes zijn hetzelfde. Dus we hebben evengoed, als ik dat hier kan laten zien, een growth dashboard dat vergelijkbaar is met wat dat ik heb gemaakt. Dus we hebben ook goals voor dit jaar, objectieven. We zijn er op dit moment aan bezig, daarmee dat het een beetje rommelig is. Maar hier werken we nu samen aan. Maar dit is dezelfde structuur, in principe. Wat dat wij... dit zijn onze drivers, waar dat bij mij een focus is en dat bij ons drivers. Dus dat is ongeveer hetzelfde. Maar het is complexer. Hè? We hebben, daar zit project management in. Dit ziet er helemaal anders uit hier dan dat mijn projecten eruit zien. Hier gaan we met tijdslijnen werken. Er zijn veel meer projecten tegelijk aan de gang. Moeten met teams gewerkt worden. Maar ja, de ruggengraat is min of meer hetzelfde. Ja, absoluut. Mm-hmm. Ja. Alleen veel complexer. Ja, ik denk dat de vraag is dat ik de vorige keer ook gesteld had, omdat je inderdaad met ontzettend veel mensen in één workspace zit te werken, dat je inderdaad ervoor zorgt dat alles netjes behouden blijft en mensen niet verklozen, om het met een lelijk woord te zeggen. Ja, je databases lokken in eerste instantie, sowieso als je met een groep werkt, zodanig dat ze wel aan individuele entries kunnen werken, maar niet aan de structuren van je properties, want dat wordt zeer vervelend heel snel als iemand beslist om, ik haal de deadline date kolom uit de database, ja, dan heb je een probleem natuurlijk. Dus databases lokken sowieso. En de reflex, ik heb het daar juist ook gevraagd, Ellen, om je pagina's waar dat je niet in werkt te vergrendelen, komt daar ook van. Ja. Mensen
Allee, ik merk dat vaak, zeker mensen die niet gewoon zijn of pas met Notion beginnen, zo'n al die knopjes new en filter, dat schrikt af. Ja. Terwijl als je ze dicht doet, dan zijn die er niet. En dat geeft rust en dat maakt dat je niet begint te freewheelen, zeg maar. Dus ik denk dat je dat moet doen. Maar waar je absoluut gelijk in hebt, is het moet onderhouden worden. Hè? Als wij nu met 150 mensen in onze workspace werken, ja, dat geeft wel wat rommel. Als ik u een voorbeeld kan geven, iets wat mij mateloos frustreert, dat is dit, hè, onze to-do-lijst. Ja. Als mensen niet afvinken wat ze gedaan hebben, dan blijven die to-do's die niet gedaan zijn, bovenaan staan, waardoor dat je nooit komt tot wat er echt belangrijk is. Okay. Dus ik moet regelmatig zeggen, yo guys, als het gedaan is, wil je alsjeblieft afvinken dat weg is. Ja. Dus het vraagt, in groep werken, dat is, en het is een hele goede vraag, het vraagt wat drillwerk. Het vraagt wat sturing en dat soort dingen. En ja, ik ben nu bezig met een serie webinars voor ons team te maken, waarin dat ik alles uitleg hoe dat moet gebeuren, of hoe dat zou moeten gebeuren. En ook, wat dat heel belangrijk is, de rol die elk van ons heeft om het systeem up-to-date te houden. Die rol is klein, maar je moet hem wel doen om te zorgen dat het blijft functioneren en dat het blijft je informatie geven. Geloof mij, het is vaak heel stresserend en frustrerend geweest. Ik zit veel liever in mijn eigen workspace waar alles onder controle is en alles werkt. Maar het is ook zo geëvolueerd. Hè. Deze pagina is een van mijn privépagina's. Is geen pagina uit de workspace. Okay. Ik heb gewoon de dingen die ik nodig heb, like als de meetings die ik doe en de pagina's waar ik aan werk, gelinkt uit de house. Ja. Maar ik werk er hierin. Ja. En dat is heel fijn. En een aantal van de mensen binnen ons team die ook een beetje gevorderd zijn in Notion, doen net hetzelfde. Ze gaan eruit weg en halen de informatie die zij nodig hebben uit het systeem. En dat is eigenlijk de beste manier om een gedeelde workspace, zeker met veel mensen, op te zetten. Van, zorg dat alle informatie er is en zorg dat er manieren zijn om die heel snel voor u persoonlijk eruit te halen. En ga daarmee aan de slag. Ja. Super. Even dat er nog vragen zijn voor Erik. Stel ze dan gerust nog even in de chat. Ik denk, ik zie dat we bijna aan een uurtje zitten. Time flies. Nu heb ik fun. Ik heb alvast weer wat nieuwe ideetjes gehad. Ik denk, morgen ga ik een dagje afnemen. Ik denk dat ik nog eens wat ga prutsen. Nog eens een paar zaken ga proberen te doen. Dat mag ik. Ja, en als er dingen zijn die ik moet delen of zo, in principe zeker van mijn privé manier van werken, heb ik niet zo'n probleem om daar dingen mee... Zeker met deze community te delen. Ik vind dat net fijn. Als ik mensen daarmee kan helpen, dan is het goed. Maar nogmaals, zelf bouwen is altijd slim, want dan word je er ook beter in en maakt je eigen ding natuurlijk. Ja, je had ook een sandbox, heb ik gezien, hè, waar zo'n plaats voor om te prutsen of zo dingen... Ja, ik wil hem u nog wel eens tonen. Dus dat is sowieso een aanrader als mensen starten met Notion van gewoon eens... Ja, kijk, hier schrijf ik bijvoorbeeld formules. Ah, ik denk zelfs dat deze niet is, want ik heb ze nog niet zo lang gemaakt. Kijk, ik moet eigenlijk gewoon dit kopiëren en je hebt hem, Ellen. Oh, wat zeg je? Ik zei het super, ja. Gewoon fantastisch. Ja, maar hier gooi ik gewoon alles in waar dat ik mee bezig ben. Ook als ik aan een pagina aan het bouwen ben of zo en ik moet dingen kopiëren, dan sleep ik ze altijd naar mijn sandbox, ja. Die heel vaak in favorite staat. En daarna kopieer ik ze naar een andere pagina. Ja. Zodanig dat ik templates kan maken. Zo. Nog een hele reuze tip. Maak templates van alles wat dat je meer dan één keer moet doen. Zodanig dat je het maar één keer moet doen. En wat heel fijn is, ik weet niet of dat veel mensen dat weten. Dat is, stel dat je een project hebt. Dat helemaal is zoals je het wilt. En je zegt van, oh, dat zou de max zijn als dit een template zou zijn. Ja. Dan normaal gezien beginnen allemaal te kopiëren. Je hoeft dat zo niet te doen. Je kunt perfect de pagina als een pagina zien. Mm-hmm. En stel dat ik dan... ik ga eens een database pakken. Maakt niet uit welke. Maar het moet wel een database zijn natuurlijk. Deze. Mm-hmm. Stel dat ik hier een nieuwe template in wil maken. Yeah. En ik favorite die. Yeah. En dan ga ik naar mijn sandbox. Ja, ik was er niet op voorbereid, daarmee dat het een beetje klungelig is. Interessant. Ik ken het zo nog niet, dus ik ben heel benieuwd. Dus je gaat naar je sandbox. Ja. En je neemt die pagina. Ja.
Je zet die in je template, dan staat die er zo. Ja. Maar als je dan zegt change to header 3, dan gaat hij die hele structuur overnemen, like als je hem gemaakt hebt. En dan staat je pagina perfect hetzelfde als dat erin. Okay. Dus het enige wat je moet doen, is dan de data die je er eventueel al ingezet hebt, uitgedaan. Maar al je links zijn hetzelfde. Het ziet er allemaal uit zoals je die pagina... Dus maak één pagina, zeg van die pagina, ja, dit is wat ik wil. Kopieert hem, zet hem als een pagina ergens weg. Kopieert hem daarna terug in je template, maak er heading 3 van. Al je heading 3 weg natuurlijk. En dan heb je pagina. Oh, dat vind ik bangelijk. Ja, alles is nog aan mij, ja. Ja. Het enige wat je moet kijken, is als je voorafgestelde filters hebt, moeten we wel eens gaan kijken of dat klopt met je untitled. Want dat kan zijn dat hem dat meeneemt soms. Ja. Maar al de andere filters neemt hem natuurlijk ook mee, which is very, very nice. En dat spaart u echt een hoop tijd. En dat maakt ook dat je veel sneller gaat zeggen, ik ga daar een template van maken, want dit marcheert. Absoluut. Oh, superleuke tip. Fantastisch. Ik zie dat er geen vragen meer zijn binnengekomen, dus ik denk dat dat een hele toffe is om mee te eindigen. De mensen zeggen dat ze het heel inspirerend vonden, dus absoluut. Dikke merci, Erik, om dat hier allemaal even te delen. Ik vond het terug heel, heel nuttig en heel fijn om te zien. Ik denk dat we allemaal veel ideetjes hebben uit kunnen halen, dus super. Graag gedaan. Absoluut. Ja, en dan zien we elkaar misschien een van de volgende keren, of zien we wel passeren in de Facebookgroep. ja, ik ga terug wat actiever zijn, heb ik al beloofd. Het was een druk begin van het jaar, maar ik, I'll be back. Sowieso. Dank je. Ja. Fijne avond. Salut iedereen. Dag.